mevrouw Alia Kiem. Ik ga het meteen de meisjes vertellen. Nooit zo gepakt, verguisd. Wat ga je te keer? Waarom loop jij hier steeds heen en weer? Met je hoofd diep naar beneden. Zo te zien zit het niet meer. Een half uurtje terug kan ik doen wat ik wil. Ik hou mijn laars aan in bed. Ik doop mijn cookie. Ik lurk uit de fles. Ik ben gelukkig. Een half uurtje terug ben ik vrij als de wind. Vrij als een ongekooide vogel. Vrij als een zigeuner. Vrij als een kind. Ongebonden. Ik heb mijn zaakjes goed op orde. Ik doe geen vlieg kwaad. Ik praat met ene boerendochter en kijk ik ineens in de lopende geweer. Het plezier vergaat je heel snel zonder meer. Als je plots kijkt in de loop van een geweer. Het is een schande. Je levenslang gaan boeten in de diepte van de hel. Het is een schande, moet je horen, wat haar moeder ineens van je wil. Ze zegt je nee, mijn dochter, doe het snel voor ik je wil. En met een groot kanon beslecht jij het geschil. Het is een schande, moet je horen, zo wordt onze eer besmet. Zijn we nu voor altijd verloren of is het Ali? Moet je horen hoe je los wordt bepaald door een zoen. Voor je weet heb je beet, of je het wil of niet. Je moet trouwen en wordt vader en het alles door zo'n griet. Het is een schande, moet je horen. Het is zeker, wij hebben gelijk. Een haantje in een kippenren is beter af dan wij. Hij zit daar in zijn eentje in een vrouwenmaatschappij. Het is een schande om te huilen met je hoofd zo.